Deze nieuwsuitzending gaat over de aanstaande Europese verkiezingen. En uh, hier in Arnhem staan er zomaar van die verkiezingsborden met posters. En D66 die wil meer EU. Ja, Europa, ja. En de PVV en de FVD die willen uit de EU... En een of andere christelijke partij die zegt Jezus ja en EU nee. Nou, ik ben voor het uh, uittreden uit de EU. En de reden daarvoor is dat ik die jongens en meisjes. Uh, die zie ik niets doen. Ja, het kost een hele hoop poen. Dat wel. Maar daar heb je het dan ook mee gehad. Hé. Hey. Ik zou niet weten wat de Europese Unie ons nou heeft opgeleverd. anders dan een enorme stapel met reglementen. En het inpikken van onze soevereiniteit. We hebben straks helemaal niks meer te vertellen. En zijn we niets meer als een provincie van Europa. Dan kan je onze Tweede Kamer wel afschaffen. Met die mensen in de EU die dan uh, tatten de tatten de Hé? Hey? maar zeggen wat, we, wat wij dan moeten doen. Alsof zij het beter weten dan wij. En wij betalen een behoorlijk bedrag, joh. En dan krijgen we daar weliswaar subsidies voor terug. Maar ja, daar moeten we dan weer aanvragen voor indienen. Dus wij betalen aan de EU. Dat zijn bedragen, dat loopt in de miljarden euro's. En dan mogen wij aanvragen indienen en dan maar hopen en bidden dat we wat terugkrijgen. Van ons eigen geld. Ja, dat heet een sigaar uit eigen doos. Oftewel iemand blij maken met een dode mus. En waarom? Moeten mensen in Brussel toestemming geven. dat wij geld uit willen geven. aan onze eigen infrastructurele projecten? Wij worden. Ja, je mag er toch van uitgaan dat wij het beste weten. wat wij nodig hebben. En dat het niet hoeft af te hangen. van een paar ambtenaren in Brussel. die uh, wel eventjes die verantwoordelijkheid. nou, niet die verantwoordelijkheid, maar die zeggenschap. Claimen. Nou, wij bepalen wel uh, of uh, de provincie Noord-Holland subsidie mag krijgen voor het verbreden van de uh, de Douma-brug. Maar ik zeg maar wat hoor. Is het natuurlijk niet hè. Het lijkt me dan een brug die in uh, Friesland zou moeten liggen. Ja, West-Friesland ofzo. Zou dat natuurlijk kunnen. Dat weten wij toch het beste. Nou dan. dan moet daar Brussel over meedenken? Nee, helemaal niet. Niet wat mij betreft. Dus D66, hun hele idee, laat maar zitten. Europa ja. Ja, voor wat? Ja. Er staat hier. Uh, uh, Bijdragen aan Brussel miljarden hoger. Ik kijk nu naar de website. Die heet europa-nu.nl. Ik vraag me af wie deze website financiert. Want dit soort dingen zijn niet gratis. Iemand moet hier geld in pompen. En er staat onafhankelijk en actueel. Ja, ja. Wie betaalt dit? Maar goed, ik lees even voor. Dit is een artikel van 8 november 2018. Dat is een half jaar geleden. Den Haag. Dit komt uit het ANP, Algemeen Nederlands Persbureau. Is het toch, hè? De Nederlandse geldstroom naar Brussel stijgt met miljarden als de Europese Commissie haar zin krijgt met haar voorstellen voor de meerjarenbegroting 2021-2027. Alleen al het schrappen van de korting die Nederland nu nog op zijn bijdrage krijgt, kan uiteindelijk 3 miljard euro extra betekenen. Aldus minister Wopke Hoekstra. De bewindsman sprak in de Tweede Kamer over de maximale schade die Nederland zou kunnen lopen door de plannen. De jaarlijkse genoemde afdracht aan de Europese Unie stijgt volgens de huidige ingeslagen weg van ruim 8,5 miljard euro in 2021 tot 10 miljard euro in 2027. Daarnaast verliest de Nederlandse regering, als het aan de commissie ligt, haar korting op die bijdrage. Dat is. Dat werd al in de eerste alinea gezegd. Hè? Maar zonder meer stijgt het dus al tot 10 miljard in 2021. En daarbovenop komt er nog dat die korting op die bijdrage, die wordt, uh, daar worden we op gekort. We, worden, we krijgen dus niet meer korting op de bijdrage. Dus we moeten meer gaan bijdragen, want de korting wordt afgeschaft. Ja, ja. Dan kunnen ze ook in één keer zeggen, de bijdrage van Nederland aan de EU gaat naar 9,75 miljard in 2021. Tot gaat vanaf dat ding, dat is nu al meer, dat is dus meer dan dat we nu betalen. En dat wordt 13 miljard in 2027. Ja, zet dat bovenaan. En dan zegt die minister van Financiën, die Wopke Hoekstra... Wopke Hoekstra benadrukte dat de onderhandelingen over de komende begroting nog volop bezig zijn. De huidige bijdrage is 1% van de omvang van de nationale economie. Bruto nationaal inkomen. Vanwege het vertrek van Groot-Brittannië, dus nog helemaal niet zeker, volgens mij, maar. wil de commissie de afdracht verhogen naar 1,11%. Dus als Brittannië eruit stapt, uit het hopeloze project, naar mijn idee. Waar alleen maar ambtenaren goed garen bij spinnen. Dat is mijn mening hè? Uh, Omdat er een land weggaat, wil, uh, ja, de, dan moeten wij 11% meer gaan afdragen. Dus zit het, als je dat er nog bijtelt, dan hebben we dus niet 13 miljard. 10 miljard staat hier dan, maar dan moet je 3 miljard bijtellen vanwege die korting die er afgeschaft wordt. Dan heb je dus 13 miljard. En dan krijg je ook nog 11% erbovenop, dat is 1,3 miljard. Dus dan gaan we naar 14,3 miljard in 2027. Dat is per burger. Nee, per inwoner, moet ik zeggen. Even kijken. Hoppakee. Ja, ik moet even mijn rekenmachine erbij. Ja. Wat zeggen we nou? 14.3 keer en dan een miljard. Dat is een 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan krijgen wij ja, 14,3. Ja, dat klopt dus. 14 miljard plus 300 miljoen. Ja. Gedeeld door. Nou, we hebben het aantal inwoners in Nederland is 17 miljoen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is 841 euro per jaar. Per inwoner. Gedeeld door 12. 70 euro in de maand. Nou, daar kan ik leukere dingen van doen dan overmaken aan Brussel. Geef mij die 70 euro in de maand maar. En als jij een gezin bent met drie kinderen en een vrouw, dan is het dus 5 keer 70. Dat is 350 euro. Nou, ik denk dat jij daar uh, wel leuke dingen van kan doen. Leukere dingen dan dat je met angst en beven zit te wachten op de volgende. Europese maatregel die van invloed gaat zijn of je straks nog mag roken in je eigen woning. Ook al is het een koopwoning. Want dat soort wetten komen vanuit Brussel. En naar mijn mening is de hele Europese Unie niets meer dan een een Bureaucratisch apparaat bedoeld om ons de lust tot leven te ontnemen, dat we alleen maar ja en amen knikken naar een stelletje ambtenaren die we niet eens kennen. Het enige dat we weten is dat ze een gigantische hoeveelheid geld opslokken en zichzelf uh, ongelooflijk riante uitkeringen bezorgen, met een hele mooie onkostenvergoeding. Dus als een EU-ambtenaar gaat dineren, dan gaat hij niet naar Jack Snack. Waar jij en ik. Een, uh, ja, onze zakelunch. Even doorheen, Jasje. Terwijl we op, op de achterkant van een sigarendoos. Uh, even wat zakenoverleg uh, doen. Yeah. En dan nemen we allebei uh, een, een balletje gehakt. en een, een Coca-Cola. <laughs> Bij Jack Snack. Nou, dat is een goede tint hoor, Jack Snack. Alle hele verse gehaktballen. Nee joh, er zit gewoon gigantisch te dineren daar joh. Dat denk je wel niet. En die mensen die vinden dat nog normaal, nog normaal ook. Ik vind het schandalig. Dat vind ik. Ik ben er helemaal niet blij mee. Ik vind het een ramp voor Nederland. En niet alleen voor Nederland, maar met name voor Nederland. Want wij zijn netto betaler aan de EU sinds 1991. En dan kan je nagaan wat je dan al die jaren hebt betaald. Want we hadden het over, uh, voor in 2027, 800 euro per jaar, 840 euro per jaar waar we naartoe gaan... Uh, nou, ja, hoeveel was het ooit in 1991 toen we netto gingen betalen? Wat, wat hebben we door de jaren heen netto betaald? En als je dat allemaal bij elkaar optelt, want vanaf 1991 tot nu, dat is 30 jaar. Hè? Nou, dan hoef je niet te zeggen 30 keer 840. Dat zou niet eerlijk zijn, want 840 dat betalen we in 2027 pas volgens deze voorspellingen. Als ze al uitkomen. Want voor hetzelfde geld zitten we veel hoger tijdens die tijd. Daar moet je ook nog rekening mee houden. Maar gaan ze uit van 100 euro. Per burger per jaar. Over een periode van 30 jaar. Tot 3.000 euro. Nee. Nee, dus 100 euro. 100, ja, 100 keer 30. Dat is 3.000. Ja, je bent wel even 3.000 euro kwijt, hè, Per inwoner. Voorzichtig geschat. Op hetzelfde geld is het 5.000, 10.000. Maar als je iedereen hier in Nederland dat geld had gegeven, gewoon om het uit te geven in, in de horeca en uh, ja, bij de V&D en zo. Ja, dan was de V&D niet failliet gegaan hier in Arnhem. Yeah. En de HEMA, die schijnt ook op omvallen te staan. Is dat omdat iedereen via internet aan het kopen is? Nee, ik dacht het toch even niet. Het is omdat wij geen geld meer hebben. Onze economie is allemaal uh, weggeschrompeld. En dat komt niet alleen door de Europese Unie. Maar het komt ook door al die Europese maatregelen. die allemaal verschrikkelijk veel geld kosten. En de Europese Unie die bepaalt ook dat de btw omhoog gaat. Ja, ha, 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 ha. In Brussel zijn ze al bezig hoor, om de btw naar 23% te brengen. Nee, maar daar word je even lekker net te gek van. En de D66 die roept Europa ja. En dan kan je zeggen, ja maar Geert Wilders van de PVV, uh, die roept Europa nee en uh, oh, dan ga ik daar maar op stemmen. Ja, maar Geert Wilders die, die roept, al, roept al sinds is Europa nee. En er is helemaal niks gebeurd, er is niks uit zijn handen gekomen. En laatst heeft zijn partij een motie ingediend, waarvan Thierry Baudet en de FVD zeiden... Nou, met zo'n uh, motie stemmen wij niet mee, want het geeft alleen maar een slechte... Uh, Uitstraling voor uh, echte moties. Of zo. Waar zijn dan niet eventjes achterkamertjes overleg geweest. tussen Thierry Baudet en Geert Wilders? Had Geert Wilders even tegen Thierry Baudet had gezegd. van. Nou, ik wil een motie indienen. om dan echt zo snel mogelijk uit de EU te stappen. En wat vind je er zo van? En dat Thierry Baudet. kunnen zeggen van. Nou, op deze manier. vind ik hem echt te belachelijk. Daar stem ik er niet op. En dan gaat hij even overleggen. In een achterkamertje. Daar da is dat achterkamertjesoverleg voor bedoeld. Anders hebben we helemaal niks. En ik ben bang dat Jerry Baudet en Geert Wilders, met alle beste bedoelingen die ze ja, in hun beloftes uh, stoppen, dat, die, dat, dat het op niks berust. En dat ze ofwel de boel. Met opzet voor de gek houden, dat je het heb over wat die Amerikanen noemen, of Engelsen noemen, controlled demolition. <laughs> of Freudia's verspreking. Nee, hey, controlled opposition. Uh, dat is een oppositie die bestuurd wordt door de bestuurders. Want gaan jullie maar oppositie voeren, maar niet te ergen. Maar gewoon een klein beetje protest en uh, niet overdrijven. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Een beetje dat, dat, dat het volk denkt van: nou, uh, uh, dat is uh, protest uh, Controlled uh, demolition. <laughs> dat is een grapje Niet Die twee keer eenzelfde verspreking natuurlijk. Hè? Controlled opposition. Dat zou kunnen. En dat ze dat dus zelf weten dat ze controlled opposition zijn. Wat ook nog kan zijn, is dat ze het niet in de gaten hebben. En dat ze ja, niet weten dat ze controlled opposition zijn. Omdat ze denken dat ze maar van alles mogen zeggen. Terwijl hun partij geïnfiltreerd is met mensen die wel degelijk weten dat. Die oppositie tegen de EU niet uit de hand mag lopen. Het moet wel een beetje koddig blijven. Met af en toe een leuk debat in de Tweede Kamer. En dan zenden we dat uit op de staats-TV. En dan denkt iedereen: nou, die Cherry Baudet van de FVD. En die Geert Wilders van de PVV. Nou, die zorgen wel dat we wegkomen uit de EU. Terwijl dat helemaal niet het geval is. En dan die, die christelijke partij die er dan ook hangt met Jezus ja en EU nee. Dan denk ik, wat is dit nou weer? Ja, daar stemt er geen hond op. Wat heeft Jezus nou weer te maken met de politiek? Was er iets de bedoeling van scheiding tussen kerk en staat of zo? Nou dan. Waar het mij om gaat, ik wil een soeverein Nederland. Ik wil niet dat Nederland de provincie wordt. van een Europese superstaat. met die belachelijke dingen die ze nog meer hebben. Maar daar ga ik het in een andere uitzending over hebben. Want ik ben op mijn vingers getikt door een of andere. vent en die heet dan? Blue Eyes Devil of zo. En die zei dan tegen mij: Ja, je moet één onderwerp per keer hebben. En je moet denken aan uh, je dictie. En dat je goed articuleert. Dat het goed verstaanbaar is. En het niet te lang maken. Nou, deze uitzending is 18,5 18 minuut nu bezig. Dus ik ga hem mooi afronden. Dit ging eens over uh, Europese verkiezingen 23 mei. EU en dan uh, met name dan D66. Die is absoluut voor. En PVV en de FVD, die zijn tegen. En de vraag is hoe effectief ze tegen zijn. Of doen ze alsof ze tegen zijn, terwijl als het puntje bij je hertpaaltje komt, dat ze zeggen: ach, laat Tom het doen. Ja, het, is, uh, het was toen verkiezingstijd, maar nu moeten we praktisch blijven denken. Ja. Dat zal niet de eerste keer zijn hoor, dat een, dat een politieke partij op die manier eieren voor haar stemgerechtigde stemvolk kiest. Nou dan, en uit respect voor jullie, en ik hoop dat jullie niet gaan stemmen, dat zou het beste signaal zijn, zeg ik tegen jullie op zijn hamburgs, tjus en dag liefheids.